Welkom mensen in Far Cry 4. Nu is het al deel 10 dat we zitten. Wauw, dit gaat vlug. Zoiets zitten we nog aan deel 50. Ja, ik weet niet of we deel 50 gaan doen. Dit is dus al deel 10. Misschien aan een deel 30 ga ik een livestream geven. Een goede livestream van een 2 uurtjes. 2 of 3 uurtjes, ja. Ook niet te lang, want het kost anders geld. Anders kan ik geen video's meer maken als mijn RAM op is voor mijn games. Dan zit ik aan de kloten en moet ik weer 3 weken wachten voor de video's te maken enzovoort. Ik had ook problemen gehad met mijn livestreams toen, dat ik veel te veel livestreamde. Ik merkte dat niet op dat het daar kwam. Dus, en ook nu door de games dat ik geest te installeren al. Ik speel veel games de laatste tijd, maar nu ben ik mee weer bezig met met Far Cry 4 geest al. Dan met andere games. Momenteel speel ik net online, alleen maar Fortnite. Anders ik zou wel nog eens spelen, maar ik speel ook niet elke dag thuis. Zaterdag ga ik misschien een video maken over een andere game. Call of Duty. Ik heb ook dat is verkeerd. Laten we naar de missie gaan. Ik zal speed voor. We gaan weer dezelfde missie doen, like dat we daarnet in ook. Destiny 1, 2 heb ik, Wash toch, maar dat is weer geen zo'n online game. We gaan een keer echt een pure online game doen. Dat we moesten voor, dat ik moest voor 60 euro betalen. Voor een heel jaar. GTA kan ik ook nog een keer doen. Met iemand misschien een video, ja. We gaan het zien. Ik heb hem gekillt. Oh, je laat maar, hij is naar beneden gevlogen, basic. Ik heb hem gekillt, hè. Dit spel is echt nogal leuk. Ik wil eigenlijk die poort eraf krijgen, sorry voor mijn vloeken. Ik moet eens soms minder vloeken, maar dat is altijd zo bij het begin met een video of maken. Mijn laptop is ook kapot. Wat zit hij? Waar zit hij? Wat een ambetant beest was dit. Ik zag hem daar direct straks, ik heb hem neerknallen. Er komen goede games op Battlefield ook, die shit. Battlefield 5 komt eraan. Ze zijn daar 15 en nog iets anders, maar ik weet niet juist wat. Ik ben ook net een Battlefield fan. Call of Duty Black Ops 4, dat is zeker wel een goede game dat ik vind. Daarvan ben ik zeker wel fan, maar Battlefield ga ik ook sowieso kopen. Maar ik ben er niet echt een fan van. Ja, en ik had een lot leven. Daar zijn er nu. Dat ze me geen kunnen killen. Dat ze me geen schrammetje geven. Of ja, ik ben al hersteld. Ja, mijn rugzak zit nu alweer al vol. Oh. Ja, dat mocht ook al ook gebeuren. Zo ja, waar ik bij Call of Duty 4 kom ook uit, ze zijn ondertussen dat echt een goede game gaan zijn. Dus ik laat me verrassen. Spider-Man, Spider-Man komt ook uit. Dus dat zal sowieso ook een goede game worden. Assassin's Creed, de nieuwe Odyssey, komt ook uit. Nu deze maand ook nog Tomb Raider. Ja, Tomb Raider en Spider-Man.
Ik weet niet, oh, ik zit verkeerd. Ik weet niet juist hoe dat die noemt, de nieuwe Tomb Raider, maar ja, ik ga het wel een keer opzoeken en zo. Even meer, ja, PlayStation van me ook en Nintendo van Super Smash Ultimate kom ik uit. Dat is een van mijn lievelingsgames. En sowieso wordt dit de max van de beste game, vind ik, van dit jaar. Sowieso wordt die game een van de beste. En Pokémon Let's Go, niet Let's Go, Pokémon. Er zijn guys achter me, basic. Nee, ik zit ze kwijt. Wat, de Pokémon Ikki Show noemen het, ja. Zoals de film, nee, ik weet niet of het Ikki Show noemt dat. Ik ben wel een grote Pokémon van, maar ik weet het nog niet juist. Of Let's Go, ja, zoiets. Let's Go, Pikachu, Let's Go, Eevee, ja. Ik ben er wel een grote fan, maar ik ben gewoon dan aan vergeten, ja. Ik weet al alles van alle games, like, de eerste is natuurlijk Red, Blue. Sorry, ik ben over de Tinder games, ik ben niet bezig met een PlayStation game, maar oké, ja, ik ben een beetje overal verslavend van. Geen Xbox. Xbox vind ik de slechtste. Ik zou het wel, ik speel maar niet echt veel. Wacht, hè. Oh ja, oké, het is hier. Oh, een schatkist. Oh, hier. Ja, wat heb je nog? Ja, hoe noem het nog? Laat me een keer denken. Wat heb je daar nog? Wat Jota Silver en Hardcore en dan ja, Hardcore en dan heb je Gold Silver en ja, dat weet ik niet, die anderen dus. Hardcore, ja, Hardcore zeker en Soul Silver. Ja, en vroeger was gewoon Silver en Gold. En dat was van gewoon Sapphire en Omega. En nu is het Omega Ruby en nu is Sapphire bla bla bla, ja, ik weet het niet. En nu ook van van Sinnoh was dan Diamond Pearl en Platinum, ja. XA en dat is de andere, Black and White. XA en dat was de Sun and Moon, ja. En nu is het ja de nieuwe, maar kutjes te nemen. Oké, we gaan nu beginnen. Ik ga niet meer praten over Pokémon, dat was maar één detail dat ik wilde. Ik spaarde Pokémon kaarten. Wat had ik dan nog? Beer dat ik ook nog spaar, maar dat is al verminderd. Maar ja. Ik ben ook andere freaks van, meer op de PlayStation nu. Ik speel nog veel op de 3DS ook en zo, maar gewoon, ja, Pokémon hè, maar dat is meestal dat ik weg ben. Anders speel ik heel de dag thuis op de PlayStation, oftewel Super Smash, soms ken je nu de laatste tijd. Maar nu, Far Cry is het meeste, en Fortnite. Maar Fortnite, ik heb het een beetje gehad, ik verlies het al. Zo. En ik heb geen zin voor een hele dag Fortnite te spelen, dat is gewoon veel te vermoeiend voor mij. In één match, ik maak goede kills in de tweede match, ben ik super slecht, dus het is maar het begin altijd dat ik goed in topvorm ben, ja. Maar dan niet meer. Maar oké, we gaan beginnen met de missie. What? I can see through the walls. What? Bollocks to that, you just heard his footstep. No, I'm deaf in one ear, remember Sao Paulo? Alright, trombone player. Yeah, one-armed trombone player. But now that AJ's here, he can settle our little disagreement. Indeed he can, but he's our guest, so let us be cordial. Ah, this one's a lovely juggler. Call it Oculus Spliff. As you see through the walls of perception. But you'll need a topper with that one, mate. Oké, alweer. Het is weer een opdracht dat je moet doen. Sowieso had die kerel nog dood zijn door hem. Waar zitten we zelf?
Waarom moet ik hier naartoe zelf? Er zijn hier vol met beren. Oké. Het is slecht dat hij high is, oké? Okay? Haha, massa grappen. Oh, oh, ik dacht echt dat je op alles in kan klimmen. Toch niet. Zo'n rare missie dit. Wauw. Daarnet had ik een tijger. En nu heb ik helemaal niet geen spullen zelfs. Seeking answers. I can give you those answers. Of course. Ik weet niet waar ze zitten. Ze zitten ergens hier. Ah, ze zitten niet beneden, basic. Gewonnen, eindelijk.
Oh god, it's worse than I remember. We're only 30 seconds in, it gets much worse. Oh! I see my little concoction looked out for you. Our concoction? Ours. You drug me. The offer, you accept it. Ryan, you still have all your bits and bobs. No harm, no foul. Besides, now you have the recipe. Right, and you can glean the benefits of its effects anytime you want. Like a superpower. Exactly. And there's plenty more where that came from. You just come on back to us the next time you need a little kick, yeah? Until then, shall we? Okay. Nu zijn we in de klaar met die E-missies, dus zijn onze volgende missies hier nog altijd verder. Dat waren rare missies, die ene was wat chill, maar oké. Okay, die laatste missie, wat was het? Het was leuk dat die... het was echt raar, oké. Okay. Ik doe eerst al op de verkeerde knop. En waarom moet daar een distributie in? Ah ja, hier. Ik ga het best dan hier naartoe gaan. Eerst mijn dinges legen en dan verder doen, hè. Ja. Maar ik kan zo kiezen, ik heb een storm aan een krijger. Pijn dat ik dus kan de krijger nemen. Dat is een massief wapen. Dat schiet gewoon vanuit de verte. Het is een beetje lekker sniper.
carefully. You are in Diplur's region. He has a fortress there that is heavily fortified. Attacking it will be very difficult as long as Diplur is in power. Last time someone had anything nice to say about the northern part of Kirat. I mean, the entire region's been under Buggins control for as long as I can remember. I heard they even have a bunch of gulags up there where undesirable people are kept. What does that word mean, undesirable? That's such a handy word. It can mean anything from a jerk you don't like to a freedom fighter trying to make Kirat. Hey, Jay, my child. I was just thinking that we should work together, you and me. And now Providence has provided the means. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. That is science. What the fuck is that for our host? You longanish. Longinus, the tracker you gave me says I'm getting close to whatever it is you need me to get. That is excellent news, AJ. But be wary when you reach the Crescent. The Royal Army has likely dispatched men to secure the chopper's cargo for themselves. Strike them down if you must. We're speaking like a thief in the night. Stay where you are!
Kom op! Dat is laat mijn kans!
Maar hoe beschieten ze ook op men? Met 5 gasten staan ze dat weer. Jongen. Doe eens even rustig en normaal, maar weer is ik er helemaal niet bij hem. Het zal zijn, zotte mensen. Allemaal zotte mensen. Nou, wat moet ik hier dan allemaal doen? Ja. Zijn er geen met die bom, jongen? Lafaard. Doe even rusten! Rusten alsjeblieft! Alsjeblieft! Ik heb hier toch niks verkeerd gedaan, gast! Jongen! Waar zit hij hier zelf? Doe even rusten, jemmerhol! Ja, zo kan dat niet op, hè. Zo is hier! Ik wil een vuist hebben op je muil! Ik mag er niet van, jong! Ik ga nog een keer op je muil heen waar je muil kan heen, jongen, vindt. Vind toch, je vindt denk jij nou? Ja, sorry, ik praat maar, ik ben hysterisch aan het komen. Omdat ze me eens een kans lieten voor het wat te doen. En dat fucking hoe wapens in de beseft dat gewoon niet. En waarom doen ze er dat zelf? Maar wat is de bedoeling? Ik snap het gewoon niet. En ze blijven gewoon alleen, hè? Echt, ik geef het gewoon op. Ze kunnen gewoon niet eerlijk spelen. Als je naar de wc moet, zo is dat dan eerlijk, hè? Maar naar waar moet ik hier nu? Ze zijn vracht gevonden. Allee, valspelers! Waarom doe jij dat? Ik zei, ik ga de rooster naar gelukken. Ja, nee, wat de hel betekent dit nu? Waarom kan ik daar nou niet overspringen?
Dat ging gewoon, ik weet niet waarom dat ik daar niet aan kon. Echt, dat is wel een rare missie. Dat is wel de kakste missie dat ik nu toch wel tot nu toe gedaan heb. Waarom moet dat een sneeuwplot zijn? Ik heb een tins in dat gevonden, maar ik weet het niet zeker daarnet. Ja, ik verlaat de missie, maar wel, wat moet ik hier doen? Ik raak hier niet boven. Ah, nu snap ik het. Allee, laat me hierop. Ja, allee. Hou alsjeblieft, ja. Want ik moet echt zo biedt naar de wc. Kom op, om een keer nu vinden. Wat is hier de bedoeling van? Damn it,
Ja, die beer deed me dood. Ja, en die Wii U zit hier ook in mijn weg nu al heesal. Ik probeer mijn voeten hier te leggen, kan ik kan niet. Ik moet bijna mijn nek leggen. Hoe raak ik hier nu uit? Ja, nou waar moet ik hier zelf? Langs hier ga ik qua niet uitgeraakt, nee. Ik moet langs een andere weg, denk ik. Hoe raak ik nu daar? Kom op. Hoe raak ik daar? Ik weet gewoon niet hoe dat ik daar moet geraken en ik ga eens naar het toilet, maar ik moet echt dringend, dringend zeiken. Hallo boys en girls, ik ben terug. Ik kan niet meer lang spelen, dus ik ga trap moeten doen.
Maar hoe raak ik? Ziezo, ik ben terug. Het is me gelukt. One surprisingly small box, as requested. I thought it was going to be a weapon shipment for the Golden Path. That's why I went. And it is appointed unto men once to die. But after this, the judgment. Call it the circle of life, but life is built on a pile of bones. You eat, or you are eaten. Animals call it survival. Humans call it business. Are those business, AJ? Terrible business. I was saved by a bullet. Killed the old me, the terrible me, one you would have called a warlord. But that bullet, it made a hole in my skull that allowed the light of God to slip in, and I was baptized by the waters of Coca Falls. So those diamonds. Leviticus 17:11. For it is the blood that makes sun atonement for the soul. These are remnants of my past transgressions. Each diamond is a sin. And my hands have committed many. And the weapons for the Golden Path? They will have them. And better. Go! Tell Amita and Sabol they will be getting their weapons. And they may also want to know that the Plu is preparing a large shipment of opium at the old tea factory. Wait, opium? Another terrible business, Sancho. Now go and tell them, and when you are finished, come see me, for the Lord's work is never done. Okay, what a rare host. Het is ons gelukt, dus we stoppen voor vandaag. Dat is een beetje een raar mietje dit, die andere was toch wel ook raar, maar wel leuker dan die was zo in sneeuw, maar ja, ik
ken sneeuw is ook goed tussen de bergen, maar het was wel moeilijk. Redelijk. Ik kon het wel, maar het is soms een keer moeilijk te vinden. Oké, bedankt voor het kijken. Want mijn tijd zit erop. Het is nog bijna een uur zeker aan het bezig. Dus like, klikken en abonneren. Het is het 10e deel nu al ondertussen. Dus laten we verder gaan. Naar 30, naar 20 en 40 enzovoort. Dus doei. En nog veel succes. Op school, kinderen en, ja, en of volwassenen ook die kijken met jullie werk dan. Doei!